Dag vriendjes allemaal, we zijn vandaag ondertussen al vrijdag en we gaan een eerste les van WO doen over de provincies. Daarvoor heb je nodig je bronnenboek op pagina 72 en 73 en je werkboek op pagina 4 en 5. Let op, het is een nieuw werkkartern van Focus Thema 6, dat ben je gaan halen op school. Ja, dat heb je nodig. Goed, we gaan eens kijken wat je moet doen. Het is niet zo moeilijk, want jullie hebben al mogen oefenen op de provincies. Dus ondertussen zou je ze wel al moeten kennen. Als je eens in je bronnenboek kijkt, op pagina 72, zie je een kaart van de Vlaamse provincies. Ja? Want we gaan het vandaag hebben over de Vlaamse provincies. Dat zijn er 5. De andere 5 is voor later. We gaan ons vandaag focussen op de Vlaamse provincies. Ja? Van links naar rechts, we beginnen met West-Vlaanderen, met als hoofdstad Brugge. Daarnaast Oost-Vlaanderen met als hoofdstad Gent. Bovenaan Antwerpen met als hoofdstad Antwerpen. Dan hebben we Vlaams-Brabant met als hoofdstad Leuven. En de laatste Limburg met als hoofdstad Hasselt. Ja? En dan zie je per provincie enkele foto's van wat daar allemaal te beleven valt. Ja? Die ga je nog nodig hebben in je werkboek. Je mag je werkboekje erbij nemen op pagina 4. Ik ga dat ook doen. En we gaan eens kijken wat de vragen zijn. Ja? Provincies en windstreken. Bekijk de kaart van de Vlaamse provincies en vul in. Ja, dat wil zeggen dat we onze windstreken moeten kennen. Kennen jullie ze nog? Inderdaad, nooit oorlog zonder wapens. Noord, oost, zuid, west. En ze vragen, wat is de meest noordelijke provincie? Ja, dan ga je je windroos even moeten tekenen op een blaadje. Ja, dat je ze naast jou hebt, dan is het veel gemakkelijker. De meest oostelijke provincie, ja. De meest westelijke provincie en dan grenst aan Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Dus ze zijn op zoek naar een provincie dat daar aan ligt. Ten westen van Oost-Vlaanderen ligt ja. En de 19 Brusselse gemeenten zijn volledig omringd door de provincie. Dus waar liggen die Brusselse gemeenten eigenlijk in welke provincie? Dat was vraag 1. Vraag 2. Je ziet hier de kaart van de Vlaamse provincies. Het is niet volledig, alleen de hoofdsteden staan erop. Jullie moeten de juiste provincie erin schrijven. Ja, niet moeilijk. Probeer het zonder je bronnenboek. Ja? En pas op, provincie schrijf je altijd met een hoofdletter. Zeer altijd. Belangrijk. Ja, zorg dat je ze de juist schrijft. En hieronder moet je de provincie verbinden met de hoofdplaats. Ja, probeer dit ook zonder te kijken naar de kaart, want eigenlijk moet je ze nu ondertussen toch wel al van buiten kennen. Ja, goed. We gaan eens kijken naar de volgende pagina. Een kruiswoordraadsel. Altijd leuk. Goed kijken, het is niet gemakkelijk. Verticaal, ze zeggen het zelf, van boven naar onder. A3, dan ga je kijken. A3, ah ja, hier zijn witte vakjes. Hier moet ik in schrijven. De provinciehoofdplaats van Limburg. Dat is... Spannend. We gaan eens kijken. Hasselt. En dan schrijf je van boven naar onder Hasselt. Ja? Horizontaal, van links naar rechts. Hoofdstad met 19 gemeenten. Wat zou dat zijn? Je gaat kijken naar B5. Vanaf hier mag je beginnen schrijven. Hop. Is uiteraard Brussel. Oh, en ik heb al eentje verklapt. Er komt er nog eentje tevoorschijn. Hier, B5. Verticaal. De meest westelijke provincie, hoofdplaats is Brugge. Ja, jullie hebben geluk. De rest is natuurlijk voor jullie. Hè? Ik ga hier niet alles verklappen. Volgende oefening is met wat fotootjes. Dan ga je wat moeten terugbladeren in je bronnenboek. Ja? Ze vragen in welke provincie die fotograaf de foto's nam. Je ziet hier het zeestrand. Je zou eigenlijk al zelf moeten weten in welke provincie is het strand. Ja? In ons bronnenboek hier ga je dat niet terugvinden, maar als je een beetje terugbladert, ja, hier zie je ook nog foto's dat bij de provincies horen. Ja, daar ga je het wel op terugvinden. Dus eigenlijk geef ik jullie een heel belangrijke tip. De heide. In welke provincie vinden we een heide? En in welke provincie gaan we een zeehaven vinden? Ja? Volgende vraag. In je bronnenboek vind je enkele foto's uit elke provincie. In welke stad vind je... Het standbeeld van Rubens. Dan moet je eens gaan zoeken. Manneke Pies.
Het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Koning en het gravensteen staat allemaal in jullie bronnenboek. Ja? En let op, ook steden schrijf je met een hoofdletter. Ja. En de laatste, zeer leuk, dat is dat extra blaadje dat we tussen jullie werkboekjes hebben gestoken. Ja? Let goed op, je moet de puzzel nemen van de Vlaamse provincies. Dus kijk goed naar de titel op het blad, de Vlaamse provincies. Je knipt de puzzelstukjes uit en je probeert het kaartje van de Vlaamse provincies te puzzelen. En dan mag je dat vastplakken. Dus kijk in je bronnenboek hoe dat het eruit ziet, want het is eigenlijk niet gemakkelijk. Dat was het voor de Vlaamse provincies. Maandag gaan we verder met de Waalse provincies. Heel veel succes en tot snel. Dag. Dag.